Het is deze week nog even slecht weer, maar dit is wel de tijd dat de moestuin weer gaat roepen. Maar ja, wat doe je nou als eerste? Hoe pak je het aan? Een moestuin heeft natuurlijk een bepaalde inrichting en je hebt een aantal bedden. En op een paar bedden staat al heel lang niks meer, dus daar staat misschien nu onkruid. Een aantal bedden heb je nog vrij lang doorgeoogst, maar nu is de oogst meestal wel voorbij. Dus dan heb je over het algemeen een aantal bedden, in welke vorm dan ook, met paden daartussen. Nou, tegen deze tijd zal er ook op het pad wel wat onkruid staan, daar kun je gewoon mee aan de slag. Maar in de bedden staan vaak nog wat gewasresten, wat overgebleven groenten, wat wortels van een overgebleven gewas. En die kun je laten zitten als je wat ruig tarniert. Maar als je veel zaait, dan is het toch handiger om dat weg te halen. En nou, daar is nu langzamerhand het moment voor. Waarbij je wel moet weten dat het je niet alles in één keer moet doen. Omdat er natuurlijk een heleboel beestjes in je tuin wonen. Ik pak de grelinetten voor de bedden waar ik binnenkort op wil telen. En dan haal ik alle kruiden, onkruiden en restjes groenten eruit. En die gaan dan in de composthoop, in de compostkorf bij mij. Bovengrondse delen, zoals bladeren en verdorde delen, die kunnen nog even op een bed wat ik voorlopig niet ga gebruiken. Dan kunnen alle beestjes eruit kruipen en andere beestjes kunnen er juist weer onder schuilen. Nou, de bedden die ik op die manier heb schoongemaakt, daar gaat compost op. Een laagje of gerijpte mest. Ik heb dit jaar goed een jaar lang gerijpte paardenmest. En dan maak je die bedden in principe zaaiklaar. Dus je zorgt dat het heel fijn verkruimeld is en klaar ligt om te zaaien zodra je daar zin in hebt en gelegenheid voor hebt. Nou, daar heb je alleen een hark voor nodig. Soms is het handig om dit na 2 weken nog een keer te doen. En dan ben je in principe klaar om te zaaien of te planten. Maar welke bedden je als eerste aanpakt, wat je als eerste doet, dat heeft toch te maken met je zaaiplan. Daarin staat wat je wanneer waar wil zaaien. En vooral dat wanneer bepaalt wat je als eerste schoon gaat maken en waar bepaalt welke bedden je als eerste schoon gaat maken. Los daarvan kun je natuurlijk thuis al je zaden klaarzetten. En een deel kan je misschien zelfs binnen of in een kastje alvast opkweken, zodat het straks als plantje de grond in gaat. Als je in een simpel zaaiplannetje hebt staan wat je wanneer waar wil telen, dan hoeft niet alles tegelijk klaar. Maar dan heb je je bedden toch klaar liggen voor als je wilt zaaien. Niet alles hoeft tegelijk. Dat is makkelijker. Het is leuk voor ons en voor de andere tuiniers, oftewel de beestjes die allemaal in en onder je grond leven. En dan kun je wel aan de slag.